Goedemiddag allemaal, het is vrijdag 11 juni en bij binnenkomst kreeg ik dit pakketje binnen. En ik wil eens even kijken wat dat nou precies is. Ik denk dat het van Jopo de Pollo is, uit Haarlem. En ja, dat zou dan een pakketje moeten zijn van I Made Her Album. Dus we gaan het even openmaken of dat het ook is. En hopelijk gaat het een beetje... snel. Kijken hoe dat werkt. Er zit al een factuur in. Ja. Nou, dat is het lastig als je met één hand filmt en de andere hem open moet maken. Zo, nou, we zijn er. Een minuut verder. Ja, dat is hem hoor. Het boek van IME. Dagen van Zand, mooie omslag. Gesigneerd ook door IME, zie ik nu. 99 exemplaartjes met een print. Ik ga eens even kijken wat de print is. Even. Er zitten wat kaartjes bij, zo te zien. Mooi. Kijken. Ja. Mooi. Kijk eens eventjes. Bedankt. Nou, alsjeblieft daarmee. Volgens mij moet het een geweldig boek zijn. Ik... heb gezien en gehoord van menig een hoe goed dit boek wel niet moet zijn. Ik had natuurlijk vooraf al wel ingelezen en wat plaatjes erbij zien komen. Maar dit is natuurlijk ook weer een prachtige print. Ik ga hem vandaag, in ieder geval dit weekend, lezen. En nou ja, ik ben blij dat hij er is. Dus ik wilde jullie even meegenieten. Hier is hij dus. En ja, laten we eventjes nog snel wat binnenwerk kijken voordat ik hem helemaal afsluit. Dat is prachtig. De kleurstelling is ook heel erg mooi gelukt, hè? Kijk eens. Nou, volgens mij wordt dit genieten. Ik denk dat de meesten van jullie hem ook wel hebben of misschien al voorbij hebben zien komen. Ik hoor ook graag hoe jullie ervaring is met het album. Hey jongens, allemaal fijn weekend. Ook alle dames uiteraard. En tot de volgende vlog.